deze week op zoek naar de luxe poezen onder ons. Ja, wat voor leven leeft de elite? Stel, je wint de loterij. Je geeft wat geld aan je familie natuurlijk. Maar wat doe je dan met de rest? Nou, misschien ga je wel op zoek naar een jacht. Ja, goedemiddag, Jolanda Jansen van Flevo Nautica in Almere. Jij bent gespecialiseerd in allerlei soorten boten met Flevo Nautica. Nou, we hebben veel geld te besteden. Zoeken een boot of een jacht in de hogere prijsklasse. Wat moeten we dan ongeveer meenemen in onze portemonnee? Goedemiddag. Ja, geld is natuurlijk altijd heel verschillend hoe mensen dat ervaren. Bij ons het luxe segment, als je echt bij ons het grootste schip, nou moet je rekenen tot zo'n 150.000 euro. Dus dat is echt, als je de loterij gewonnen hebt, een heel mooi cadeau voor jezelf. Maar daarnaast hebben wij ook gewoon mensen die kunnen sparen en die voor een rubberboot met een buitenboordmotor 3000 euro ook op het water kunnen zitten. En dan hoef je niet de loterij te winnen, maar heb je wel luxe van vrijheid op het water en plezier met je familie of met vrienden. Ja. Dus het is breed. Maar goed, we willen speciaal even voor deze gelegenheid een keer echt naar die luxe kant kijken van zo'n jacht. Want zo af 1,5 ton, zo'n schip, wat heb je dan voor luxe? Nou, dan heb je een waterspoor model 808. Dus dat is een 8 meter. Het is deze die je nu voorbij ziet komen, die groene boot. Het is een 8 meter boot waarbij dan een grote diesel inboord van 190 pk ligt. Dat is een boot die snelvarend is, waarmee je dus ook kan waterskiën, wakeboarden, meer dan 10 mensen aan boord. Zit een toiletje aan boord. Je kan onder de buiskap kan je gezellig met elkaar zitten. Maar je kan ook ombouwen tot een bed. Dus je kan er dan ook in overnachten. En met z'n hoeveel kan je aan boord? Nou, mannen 14 past er makkelijk op. Ja. Ja. Nou is dat 150.000 euro, zeg je. Wordt dat nou veel gekocht? Nou, best wel. En voor heel 2022 is die eigenlijk uitverkocht. Kunnen wij hem niet meer bestellen. Dus wat wij wel merken, dat in deze prijsklasse wel een toename is van vraag. Ja, en zijn dat dan groepen, vrienden? Kan ik me ook wel voorstellen dat die geld bij elkaar leggen en dan uitkomen op zo'n boot? Of zijn het toch mensen die echt wel even lekker goed in de slappe was zitten? Nou, deze boten heb ik nog niet meegemaakt dat dit mensen een groep mensen is. Dit zijn dan toch wel echt mensen, voor iedereen is het veel geld, waar mensen dan heel zuinig op zijn en het toch tot privégebruik beperken. Wat we wel eens zien in een andere prijsklasse, zeg maar rond de 30.000 euro, dat bijvoorbeeld zoals in Almere heb je mensen met huizen aan het water, dat die samen met een buurman een boot kopen. En ze zeggen, hé, dat delen we met twee gezinnen, zodat we het bedrag kunnen delen en het wat goedkoper wordt samen. Ja, nou zeg je al, de luxe zit hem eigenlijk in de vrijheid op het water. Dus eigenlijk kan iedereen wel de luxe beleven. Wat vind jij nou zo mooi aan in zo'n boot over het water gaan? Het voelt als vrijheid. Je bent daar, de wind is door je haren, de zon schijnt op je gezicht en je kan eigenlijk gaan waar je wil. Op de weg heb je toch witte strepen waar je tussen moet blijven. En met een boot, als je kijkt op het Markermeer, heb je heel veel vrijheid. Dan kan je alle kanten opvaren. Maar ook in het centrum, zoals in Almere, heb je natuurlijk het weerwater. Je kan dwars oversteken, je kan er liggen dobberen. En je kan gaan waar je wil. En dat is een stukje vrijheid. Je kan het water inspringen om lekker te zwemmen. Je kan liggen aan je anker en met een hapje en een drankje en een borreltje. Maar ook in Almere kan je naar de Hartvaartbaan in Almere Haven en waterskies onder je voeten. En wind door je haar en een enorm gevoel van vrijheid met sporten. Als we dan nog even naar die luxe kijken. Hè? Wat is nou het meest luxe jacht waar je zelf wel eens aan boord bent geweest? Als ik buiten mijn eigen assortiment ben ik wel eens in de bootshow Düsseldorf geweest. Daar liggen echt miljoenen jachten. Ah. En op afspraken kan je daar aan boord zijn. Maar daar zit, dat is groter als mijn appartement waar ik woon. Meer slaapkamers, marmeren betegelde badkamers. Een keuken, veel groter dan wat ik thuis heb. Dan, dat is voor mij ook, dat ik niet weet wat ik zie. Dat is heel bijzonder. Maar daar doen jullie dus niet aan bij Flevo Nautica.
Nee, die markt is beperkter. Dan heb je het echt over een wereldmarkt. Dan heb je het echt over de grote jachtbouw. En die prijzen hebben ze het over toch al vanaf 1 miljoen per strekkende meter. Weet je, dat zijn ook van die jachten waar dan een helikopter op het dak kan landen. Ja, dat er een brug moet worden weggehaald om, om hem te kunnen verplaatsen. Ja. Jolanda, want vind jij dat nou... stel nou dat jij miljardair was, hè? Zou je dan zo'n schip willen hebben? Gewetensvraag, hè? Nou, de lol zit hem voor mij wel in wat wij zelf doen. Want ten eerste, ik kan hem nog zelf besturen. Ik heb mijn vaarbewijs. Ik kan zelf gewoon afmeren en varen. Zo'n schip kan je niet meer zelf mee weg. Heb je medewerkers, personeel nodig die ermee gaan varen. En dat is toch veel lastiger. Ja. Maar goed, die kan je ook betalen dan. Ja, dat is waar. Maar je hebt... Privacy is luxe. Ja. Dan hebben we het nu dus vooral even gehad over de aanschaffer van. Maar ja, er komt natuurlijk wel extra kosten bij. Want al die boten kunnen natuurlijk in het water blijven liggen. Bijvoorbeeld in de winter. Wat ben je dan eigenlijk nog een beetje kwijt aan opslag en onderhoud en zo? Ja, dat ligt heel veel verschillende soorten keuzes. Je kan zeggen, ik zet mijn boot op een trailer. Hè, dat is eenmalig een trailer aanschaf. Mensen hebben misschien een garage of ze hebben een carport bij het huis. En anders dan heb je verschillende winterstallingen. Nou, dat kan bij een boer zijn, hè, bij een camperstalling of dat je hem daar neer kan zetten. En je hebt overdekte winterstallingen. Wij zelf hebben een winterstalling met haal- en brengservice. Dus dan wordt die luxe hier netjes binnen opgestapeld. Kan je wel heel even iets daarvan laten zien? Ik weet niet of je dat kan zien. Iedereen draait nu met de camera. Ja, en daar staan allemaal jachtjes of wat is het? Bootjes? Ja. Ja, daar staan ze dan opgestapeld 4 hoog bij ons binnen. Ja. Nou, 1 april begint weer het watersportseizoen. Maar ik ben dus al te laat als ik dus zo'n bootje van €150.000 wil aanschaffen. Ja, daar heb ik nog 1 demo van in de aanbieding. Daar is al opgezeten, ja. Dat is al opgezeten, ja. Nee, maar wij hebben echt meer als 80 boten nog nieuw op voorraad voor heel 2022. Dus win je de loterij, dan kan ik zeker nog een leuke boot voor je leveren waar je nog mee kan varen van de zomer. Ja. Maar weer een lot kopen, hè? Ja, dat laten we maar snel doen. Dankjewel, Jolanda Jansen van Flevonautica. En fijn seizoen eigenlijk.